Hallo allemaal en welkom bij Doe-Het-Zelf-Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze armband kunt maken met daaraan een soort, ja eigenlijk is het een stemmingsknoop. Hij is rood en kennelijk ben ik in een goed humeur. Nou ja, als ik er overheen wrijf wordt de kleur wat lichter. Het ligt vooral aan of je warm of koude handen hebt op dat moment. En zoals je nu kunt zien, nu ik er even overheen gewreven heb, wordt de kleur lichter. Dat komt omdat ik dit met nagellak gemaakt heb. Deze nagellak die verandert van kleur als het warmer of kouder is. En hiervoor heb je heel weinig nodig. Je hebt een knoop of een bedel of wat dan ook nodig van kunststof. Ik heb gewoon een grote knoop genomen. En dan heb ik dit lint om hem aan vast te maken. Je kunt ook een draad nemen, wol, katoen, wat dan ook. En om hem van kleur te laten veranderen heb ik hier nagellak. Dit is thermonagellak, zoals ik al gezegd heb, die verandert van kleur als het warmer of kouder is. Ik heb hier roze, die gaat van donkerroze naar heel licht. Dan heb ik de roodachtige, die gaat van bijna zwart naar lichtrood. En blauw, die wordt wit. Ze zijn eigenlijk voor kunstnagels, dus om ze direct op je eigen nagels te doen, dat is geen goed idee. En omdat kunstnagels van een kunststof zijn, heb ik dus ook een kunststofknoop genomen om de nagellak op te smeren. Ik ga nu de knoop dus vol smeren met nagellak. Daarvoor heb ik besloten dat ik de rode ga nemen. Nou ja, het is moeilijk te zien of nou eigenlijk zwart of rood is, maar dat verandert dus van kleur. Nu is het knopen helemaal met de nagellak gedaan. De onderkant heb ik nog niet gedaan, omdat dat een beetje lastig wordt zonder vingerafdruk en alles erin te krijgen. Je kan ook nog een tweede laag doen als je hem niet goed dekkend vindt. En de mijne ziet er dan zo uit als die helemaal klaar is met meerdere lagen nagellak erop. Je kan nog meer lagen eroverheen doen, dan wordt hij nog donkerder. En wordt hij wat minder licht als die met warmte en alles in aanraking komt. Maar dat is natuurlijk helemaal jouw keuze hoe je het precies doet. En als ik hem nu zo heen en weer wrijf tussen mijn handen, dan zie je meteen al dat de nagellak een lichtere kleur rood aanneemt. Hij reageert in ieder geval heel goed op warmteverschil. En je ziet dat het verschil in kleur echt heel plaatselijk is. Dus niet de hele knoop wordt in één keer een andere kleur. Daardoor krijg je ook een heel mooi effect, omdat die een beetje gemarmerd lijkt. En ik wilde eigenlijk dit lint gebruiken om hem aan vast te maken, maar het gat van de knoop is te klein. Dus moest ik even wat anders bedenken. Ik heb gewoon hier een draad. Het is van katoen en die kan ik er wel gewoon makkelijk doorheen doen. Als je hem eventjes zo samendraait, dan is die stabieler. Dan kun je hem makkelijk zo er doorheen trekken. Ik vind het eerlijk gezegd minder mooi met zo'n dunne band dan met zo'n breed lint. Dat staat ook mooier bij deze knoop, vind ik eerlijk gezegd. Je kunt natuurlijk ook de knoop zo, nee niet de knoop, de draad zo indraaien. En dan maak je er een soort koord van. Heb ik ook een keer laten zien in een eerdere video. En dan kun je de knoop aan het einde door een lus zo halen. En dan is de knoop zeg maar zowel het bedel van de armband als het slotje van de armband. Dat is natuurlijk één van de opties. En ja, hoe je hem dan zelf vastmaakt aan een armband, dat kun je helemaal zelf weten. Misschien als je dunner lint hebt, dat je het daarmee kan maken. Dat is ook een stuk makkelijker. Ja, dat is gewoon helemaal wat je er zelf mee wilt, hoe je dit wilt maken. In ieder geval met de Thermonagellak hebben we dan een knoop zo gemaakt. Je kunt proberen misschien als je verschillende kleuren hebt, ook verschillende kleuren op de knoop te gebruiken. Ik had nog roze en blauw. En dat wordt allebei lichter, net zoals rood als het in aanraking komt met warmte. Dus daar kun je misschien nog een leuk patroon mee maken als je daar wat mee experimenteert. En ik hoop dat je deze video een duim omhoog geeft als je hem leuk vindt. Misschien ga je dit zelf proberen. Laat me ook vooral weten wat voor soort armband jij zou maken waar deze hanger aan vast komt te zitten. Dat hoor ik natuurlijk graag. Ik heb al een paar opties genoemd. Maar ik hoor ook altijd graag wat jullie zelf zouden doen. En ja, laat een reactie achter. Geef de video een duim omhoog. En ik hoop natuurlijk dat je je abonneert op dit kanaal. Dat je ook op het klokje klikt naast de abonneerbutton. Dan krijg je een melding iedere keer als we een nieuwe video hebben. Dus ja, ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je in de volgende video weer. Hopelijk tot dan en dag!